Parlementariër Stephen Chang van de NDP, die had er enkele weken geleden zijn bezorgdheid geuit in het parlement ten aanzien van COVID-19. Wel, wat zien wij nu gebeuren? Waarvoor hij gewaarschuwd had, dat is nu bewaarheid geworden. We hebben wederom een stijging van aantal COVID-besmettingen. We spraken met Chang en vroegen hem om zijn reactie op de nieuwe stijgingen in Suriname, maar ook nog op de ruis die er is vanuit bepaalde groeperingen ten aanzien van de getroffen maatregelen door de overheid. Kunnen we zeggen dat Stephen Chang gelijk had? Nou ja, dit is niet iets om blij te zijn om gelijk over te hebben. Het ging erom dat ik mijn bezorgdheden had geuit over de cijfers die op de website kwamen, dat die niet klopte. We zagen dat van de een op de andere dag kwamen de cijfers bij, maar die werden niet meegenomen in de aantal besmettingen en zo. En de volgende keer komt er weer andere cijfers bij. Het totaal klopte niet met wat er elke keer bij kwam. De minister gaf toen een uitleg als dat het een delayed opname is. Maar persoonlijk zeg ik dan, waarom kies je dan voor een andere manier van het opnemen van die cijfers? Want het wekt alleen maar verwarring. En we zien nu dat er een stijging begint te komen. We hebben met de presidentiële commissie zitten vergaderen en de bezorgdheden zijn niet minder op geworden. We hebben gehoord van de deskundigen dat het aan te nemen is dat de stijging komt door de diaspora, voornamelijk uit Nederland. Want het blijkt dat die mensen daar zich niet houden aan de wanneer ze hier komen, zich niet houden aan de quarantaineregels. En het is zorgwekkend. Wij hebben begrepen dat er vandaag advies zou komen over het luchtruim, over hoe het verder zou moeten gaan. En we kijken daar naar uit in ieder geval. En nogmaals, de transparantie moet er zijn. In feite willen we gewoon weten wat er gebeurt op het gebied van COVID. En het is jammer dat we de data nog steeds niet hebben gekregen. Maar ja, wat doe je dan? We zien dat groeperingen uit de samenleving zich roeren tegen de maatregelen van de overheid. Zegt u dat dat wereldwijd zo is? Of is het zo dat de Surinaamse gemeenschap of groeperingen in die gemeenschap daarmee iets duidelijk wil maken aan de regering? Nou, ik denk dat het een samenloop is van een aantal omstandigheden. Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met het feit dat het een hele tijd goed is gegaan, waardoor wij ook verwend zijn geworden met versoepelen van de maatregelen. Maar tegelijkertijd zien wij dat er nu ineens een piek komt en het is aan de overheid om die maatregelen te treffen. En wij hopen in ieder geval dat de regering de juiste maatregelen treft om het volk te beschermen. Want een volgende uitbraak gaan wij niet kunnen containen. We hebben gezien dat Nederland het verkeerd heeft ingeschat. Vandaar dat ze nu in een situatie komen waarbij ze 5 weken een algehele lockdown hebben. En dat is niet iets wat wij hier kunnen hebben. Niet voor de volksgezondheid, niet financieel, niet economisch. Dat kunnen wij hier niet dragen. Wij hebben veel minder middelen. We hebben veel minder financiële middelen. We hebben veel minder ziekenhuis, opname, plaatsen, et cetera. Dus voor ons is het in ieder geval zaak dat wij de mens voorop stellen. En die maatregelen daarop richten dat wij het volk blijven beschermen. Ja. Wat vindt u zelf van de aanpak vanuit de regering voor wat betreft COVID-19? Nou, de aanpak is een heel andere dan bij de vorige regering. De vorige regering is een sociaal-democratische regering. Wij zetten het volk voorop. Wat wij zien bij deze regering is meer een kapitalistische regering. De economie telt even zwaar mee. En we zien dat er rekening wordt gehouden met de economie. En dat is terecht, want het land moet doordraaien. Maar dan zeg ik, zonder de mens heb je ook geen economie. Dus voor mij is het een heel andere aanpak, maar dat moet dan nog blijken hoe het uitpakt. Merkt u of vindt u dat de regering zich wel ook zelf houdt aan haar eigen COVID-protocollen? Ik moet zeggen dat dat teleurstellend is, want gisteren reed ik ook hier langs bij het plein en ik zie dat bij de kerstboom was het een drukte van je welste. Als je dit soort maatregelen gaat doen, dan zorg er in ieder geval voor dat je een goede voorbeeld geeft. We zien dat de maatregelen worden afgekondigd en de First Lady heeft een event met allemaal de senioren burgers. Juist die groep die het meest kwetsbaar is. Dan zeg ik, dan geef je het verkeerde voorbeeld. Dus ik zeg, laten we met z'n allen aan werken dat het ook serieus overkomt bij dit volk. Ja.
maar het volk op zichzelf, ons gedrag jegens COVID-19, wat vindt u zelf daarvan? Ik denk dat de meeste mensen doorhebben dat het niet gewoon een griepje is, zoals vaker wordt gezegd. In Suriname zijn we ervan bewust, omdat er al 117 mensen zijn overleden. En Suriname is een klein land. Ieder kent iemand die ooit COVID heeft gehad in Suriname en dat is geen pretje. En, ik denk dat de Surinamer in ieder geval wel weet dat zij zich moet houden aan de regels. Maar tegelijkertijd zeggen de infectiologen, die zeggen dat we moeten werken aan meer voorlichting. Maar tegelijkertijd moet de controle worden opgevoerd. Dus wat ik daaruit haal is in feite dat het wel goed zit met de Surinamers met betrekking tot hun COVID-handelen. Maar we moeten ervoor zorgen dat wanneer mensen van buiten komen, dat zij zich ook houden aan die regels die wij stellen. Het is niet zo dat zij naar Suriname komen en zij hebben dan een idee van hey, dit is een vrijgevochten boel en we kunnen doen wat we willen. In feite moeten zij de verantwoordelijkheid ook nemen. Naast ons als Surinamers om dat te containen.